Hoi, ik ben Mika, ik ben 20 jaar oud en dit is mijn spiegel. We zijn in de kamer van Mika in Roermond, waar foto's aan de wand herinneren aan een jeugd die niet eenvoudig was. Met 8 jaar voor het eerst in aanraking met jeugdzorg, 2 jaar later in crisisopvang, met 15 jaar bij de GGZ. Maar sinds 2 jaar woont Mika hier, bij Care Plus. Hoi, dit is mijn huis, ja, mijn plekje. Kom maar binnen. De verhuizing kwam 3 maanden voor zijn 18e verjaardag. En dat was heel spannend. Als je onder de 18 bent, dan is het, oh ja, wat erg. Dat een kind zeg maar niet meer bij hun ouders woont. Ja, en als je eenmaal 18 bent, ja, dan word je eigenlijk een beetje voor gezien als een kansarme jongere. Op hun 18e verjaardag verliezen veel jongeren zoals Mika de begeleiding van jeugdzorg. En dat is vaak te vroeg, vindt Stichting Het Vergeten Kind. Een harde leeftijdsgrens hanteren in de jeugdzorg is iets waarvan wij af willen. Omdat wij zeggen, je moet de ontwikkeling voorop zetten. En niet elk kind van 18 is ook al 18 qua volwassenheid op die leeftijd. Nou, dit is mijn slaapkamer. Het is best wel een rommeltje. Voor mijn doen is het heel netjes. Wij vinden het eigenlijk belangrijker dat je niet kijkt naar die harde grens, maar dat je kijkt naar wat het kind nodig heeft. En als dat betekent dat dat een verlenging is van 2 jaar van de zorg die hij op dat moment krijgt, dan is dat wat een kind nodig heeft. En dan gaat dat ook op langere termijn meer opleveren. En dan zie je dan dat er ook gewoon mensen zijn die echt letterlijk op straat komen wonen of die net letterlijk gewoon een dag 18 zijn en dan nu al in een dak- en thuisloze opvang moeten gaan slapen en op straat moeten gaan smeken voor geld, zeg maar. En dat komt dan wel heel hard binnen, zeg maar, dat ik op zich eigenlijk nog wel geluk heb gehad met, zeg maar, de plek waar ik nou woon.